De klus van de twee verkenners voor een nieuw stadsbestuur in Rotterdam zit erop. Vanmorgen hebben Jos van der Vecht en Dirk Loorbach hun eindconclusie overhandigd aan burgemeester Abu Taleb. Er is geen voorkeurscoalitie. Nee, die ligt niet voor de hand. In de rapportage die we net hebben aangeboden aan de burgemeester inventariseren we er 7. Met daar eigenlijk nog wat subvarianten in, dus er zijn er eigenlijk veel meer. En op gelijke manier is daar nu op dit moment een meerderheid voor te krijgen door die verschillen van inzicht. Maar ook wel het zeer wat er is met betrekking tot de bestuursstijl en wie is bereid om stappen te zetten. Maar hoe zou je dan vlot moeten trekken? Nou, in ons advies en ook in overleg met de partijen, met brede steun, doen we nu het voorstel voor de volgende fase. En dat is een beetje een onorthodoxe oplossing. Past ook wel bij Rotterdam en bij de fragmentatie in de politiek. Namelijk om vanuit de inhoud tot een bestuur te komen. Eerst een programma en dan het bestuur. GroenLinks en de VVD beginnen nu met het schrijven van een aantal plannen voor het nieuwe college. En daarbij worden ze geholpen door de andere partijen in de gemeenteraad. Ze worden begeleid door 2 nieuwe informateurs. Aan de ene kant Pieter Duisenberg, oud-VVD-Kamerlid. En aan de andere kant is er hulp van oud-GroenLinks-leider Paul Rozemuller. En de keuze voor Rozemuller is misschien wel opmerkelijk, omdat hij in 2002 een van de felste tegenstanders was van Pim Fortuyn. U bent niet daarvoor gaan liggen dat Paul Rozemuller hier informateur wordt? Nee, kijk, ik heb hem wel gevraagd, hoe zie je onze partij? Dat heb ik hem op de man afgevraagd. Want Paul, je zei toen nogal vrij duidelijk, Fortuyn is extreem rechts. Hoe zie je dat bij ons? Want we kunnen allemaal terug gaan blikken naar 2002. Daar hebben we genoeg over gezegd. En daar zijn genoeg debat. Ik heb zelfs een zwart boek over geschreven persoonlijk. Maar het gaat mij om, hoe kijken we nu naar Leven Rotterdam? En daar zit hij heel onbevooroordeeld en ook onbevangen in, zegt hij. Nou, daar ga ik op af. En in die zin zijn we ook 16 jaar verder. Dus ik neem aan dat ook op een andere manier wordt bekeken. En ja, nogmaals, ik denk dat het goed is dat we nu een doorbraak hebben in het proces. Hè, dat de VVD er met GroenLinks voor staat. Eentje van links, eentje van rechts. Ik heb al gezegd, het zal door het midden moeten gaan. Wij wachten de uitnodiging af en dan gaan we praten.